Goeiedag. Grijs weer is het deze dagen. En de komende dagen zal dat niet heel veel anders zijn. Wat wel verschillend gaat worden, is dat de kans op neerslag de komende dagen een stuk kleiner zal zijn. Sterker nog, op de meeste plaatsen krijgen we te maken met een reeks droge dagen. Ja, wel grijs, dus vaak veel bewolking, kleur. Dat moeten we toch gewoon in het kunstlicht zoeken, zoals hier in Rotterdam. Ziet er wel prachtig mooi uit. Laten we maar eens naar de weerkaart gaan kijken van de bovenlucht. En dat doen we in dit geval een keer met de jetstream. Een straalstroom, een band met hoge windsnelheden op zo'n 10 tot 12 kilometer hoogte. En wat opvalt, als ik de animatie aanzet, is dat die zich in eerste instantie toch wel vrij noord bevindt en een beetje om ons heen krult als het ware. Hier komt een krachtig hoge drukgebied in het weekeinde. En ja, wij zitten dan aan de warme kant, dan is er van winterkou niet echt sprake. Het actieve weer, dat zit eigenlijk onder die rood-paarse kleuren. Daar trekken de depressies langs. En wij hebben dus in onze omgeving te maken met redelijk rustig weer. Dat vertaalt zich als volgt op de weerkaart. We beginnen deze woensdag nog wel met een lage drukgebied boven de Benelux. Dat lage drukgebied dat trekt geleidelijk aan naar het oosten. En rond dat laag, we zien dat blauw, er valt is af en toe een bui in ons land. En ook morgen, donderdag, kan het hier en daar nog wel een beetje miezeren. Daar moeten we wel rekening mee houden. Maar wat we ook zien gebeuren is dat dat lage drukgebied wegtrekt. En als we dan eventjes wat meer naar het westen kijken, dan zien we een krachtig hoge drukgebied boven de oceaan. En dat hoge drukgebied, ja, dat koerst eigenlijk richting Frankrijk, dan betekent dat wij onder invloed gaan komen van dat hoge drukgebied. Wel ligt dat hoge drukgebied vrij zuidelijk, dus we zien bij ons een strakke westelijke stroming. Als ik de animatie aanzet, zien we dat ook gebeuren, dat dat hoog geleidelijk aan opschuift en dat wij dus in die westcirculatie komen. Wat ook opvalt is, en we zijn inmiddels aangekomen op zondagochtend, dat het met die westelijke winden ook best wel stevig gaat waaien. De kans op mist bijvoorbeeld is heel klein, want daar waait het gewoon te hard voor. Storingen worden wel op afstand gehouden, want dat actieve weer, dat zien we echt een beetje terug ten noorden van ons. En dat past ook wel met die jetstream die ik u liet zien. Als we dan verder gaan kijken, dan zien we uiteindelijk begin volgende week dat het hoge drukgebied zich toch weer wat meer gaat verplaatsen richting het zuidwesten. En dan is er weer ruimte voor storingen die onze kant op gaan komen. Hier zien we dat bijvoorbeeld gebeuren. Een storing vanuit het noordwesten dinsdagochtend. En dat zou dan wel weer voor regen gaan zorgen. Want van wisselvallig weer zijn we echt nog niet af. Ik kan de animatie nog een klein stukje verder aanzetten. En wat we dan direct zien is dat het ook weer stevig gaat waaien. Want deze witte lijnen van gelijke druk, die isobaren, die staan dicht op elkaar. Dat betekent dat er een groot luchtdrukverschil is in een betrekkelijk kort gebied. En dat zorgt er dan voor, bijvoorbeeld deze woensdag, dat het flink waait en ook nog eens kletsnat is, omdat er precies een zone met regen boven ons hoofd ligt. Kortom, het wisselvallige weer, dat komt dan gewoon weer terug. We zien ook wel wat kou in het noorden, maar waarschijnlijk gaat ons dat niet bereiken. Goed, gaan we weer terug naar het heden. Tenminste, dichtbij morgen, donderdag, een dag met veel wolkenvelden. Lage temperaturen, 4 tot 6 graden. En een wind die nog niet veel voorstelt. Dat is het lage drukgebied wat aan het wegtrekken is richting Duitsland. Heel misschien ook nog een sprankje zon in het zuidwesten. Vrijdag, ook zo'n dag met veel wolkenvelden. Wel droog weer, want dat hoge drukgebied dat komt geleidelijk aan wat dichterbij. Temperaturen tussen de 7 en 10 graden. En een wind uit het zuidwesten of westen. En in het weekend wordt die westenwind dan nog duidelijker zichtbaar. Ja, die westcirculatie, dat is me er wel eentje. In de pluim, in de windpluim, zien we heel duidelijk dat die westcirculatie dominant gaat blijven. Dat signaal is alleen maar sterker geworden de afgelopen dagen. En dat zien we dan ook hier terug. Die oranje kleur, dat geeft aan dat we met een zuidwestenwind te maken hebben. Geel is west en rood, dat is zuid. Met andere woorden, de noordcomponent is vrijwel helemaal verdwenen. Alleen op het einde zien we nog wel wat andere tinten, het groen en blauw. Dit is de kerstperiode, maandag tot en met dinsdag. En dan lijkt het er toch echt op dat we een hele strakke westcirculatie blijven houden. Alle weermodellen laten dat beeld wel zien. Maar dat betekent ook dat het wisselvallig weer zal zijn. We zagen dat al goed terug in de weerkaarten. Ik kan u dat ook goed laten zien in de neerslagprognoses. Wat direct opvalt is die eerst die droge dagen,
Donderdag tot en met maandag vrijwel overal droog weer. Dan alleen in het noorden is later op maandag toch wel weer kans op neerslag. En daarna, ja, dan moeten we er toch rekening mee houden dat er weer elke dag regen kan vallen. Paraplu dus bij de hand. Kunnen we nog iets over de temperatuur zeggen? Dat laat ik u ook zien. Ja, die temperatuur die laat weinig winterse kou zichtbaar. Maakt weinig winterse kou zichtbaar, want die temperatuur die blijft over het algemeen tussen de 5 en de 10 graden. En ook de nachten, ja, die komen eigenlijk nauwelijks dicht bij het vriespunt. Dat zijn een paar uitzonderingen. Mogelijk een enkel model dat dan nog wat vorst laat zien. Kortom, wisselvallige periode. Eerst een aantal droge dagen. Daar hebben we nu mee te maken. Tenminste, daar gaan we mee te maken krijgen vanaf donderdag zo'n beetje. Maar volgende week wordt het gewoon weer wisselvallig en nat. Nog een fijne dag.